nog steeds op zoek naar talent in de Nederlandse popscene, ontmoeten we vanavond, zojuist teruggekeerd van een tournee door Amerika, de groep Focus, bestaande uit Thijs van Leer, 25 jaar, zang, orgel en fluit. Jan Akkerman, 26 jaar, gitaar. Colin Allen, 35 jaar, slagwerk. Bert Ruiter, 27 jaar, zang en basgitaar. Zes weken geleden is Pierre weggegaan, Pierre van der Linden, en is vervangen door Colin Allen, Engelse drummer. Ze zijn nu met drie Hollanders en één Engelsman. Waarom is Pierre eigenlijk weggegaan? Pierre vond dat we veel te weinig over muziek spraken als we op reis waren in de auto of in een vliegtuig. Hij vond dat het eigenlijk veel te weinig serieus was allemaal. Hij had een veel serieuzere... Hij wilde dat het allemaal veel serieuzer zou gaan als dat het ging. Maar wij hebben veel humor, veel grapjes en veel andere dingen waar we het graag over willen hebben. En ja, hij beschouwde dat als oppervlakkig. Het heeft hij mij ook veel verweten dat ik het veel te veel vol pomp met die dikke akkoorden. Er was geen ruimte voor hem, voelde hij. En hij dacht, nou ja, er wordt dan een beetje om me gelachen en ik word niet over serieus genomen, niet genoeg. Had hij niet een klein beetje gelijk? Nou nee, ik vind, er wordt vaak erg accent gelegd op Jan en op mij. Maar, ja, dat vind ik een tamelijk natuurlijke zaak. En als iemand daar ja tegen zegt, dan heeft hij daar ook de consequenties van te nemen. Namelijk dat er wel eens een keertje iemand harder praat dan hij. Het is een kwestie van een grote smoel ook misschien. Maar, zo'n jongen als Bert, die accepteert dat wel. En is er dan ook gelukkig mee, dacht ik. Maakt het voor jou nog iets uit dat je nou met een andere drummer werkt? Ja, zeer zeker. Het is totaal anders. Mis je Pierre? Sommige plaatsen wel en sommige dingen niet. Iedereen heeft zijn voor- en zijn nadelen. En je moet dus, als er iemand anders bij komt... moet je daarmee leren spelen.
En het lukt met Colin? Zeer zeker. Waarom kon je je niet meer in focus thuis voelen? Ja, mentaal ook. De sfeer was niet zoals ik het wilde. Ik kreeg niet genoeg voeding om me te inspireren. Ik kon me niet meer concentreren op mijn instrument. En dat was gewoon erg jammer. En de muziek? Kon je daar nog achter staan? Jawel, maar het werd dus te veel aan sleuren, want we hielden het bij hetzelfde repertoire. Het kon ook niet anders door al die tournees. En al die drukte. En er was haast geen tijd om te repeteren, om iets nieuws te gaan doen. Dus iedereen was doodvermoeid. Op een gegeven moment kwam ik op een inzinking terecht. Ik kreeg echt een mentale klap. Ik raakte mijn zelfvertrouwen kwijt. En toen moest ik iets anders gaan doen. Anders had het helemaal met me gedaan geweest, waarschijnlijk. Ik heb namelijk behoefte aan een ontzettend close contact met groepsleden. Als dat er niet is, dan ben ik als drummer ben ik ergens verloren gewoon. Dus als je een toon geeft op die gitaar, dat ik hem voel van binnen, weet je wel. Dat ik daarop kan gaan spelen. Dat heb ik nodig. En als dat er buiten valt, is dat weg. Dan verlamt me dat op een of andere manier. Het is voor jou een erg emotionele zaak. Ja, ik ben erg gevoelig op dat gebied. Dat is mijn natuur. Ik kan het niet helpen. Wat zou je Pierre nu aanraden om te doen? Wat ik hem aan zou raden? Ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Ik zou hem aanraden om eens een keertje werkelijk na te gaan denken en werkelijk contact te zoeken met mensen. Maar hij verwijt jullie dat jullie geen contact geven. Ja, maar hij zegt het. Wij hebben zoiets nog nooit gezegd ten opzichte van hem. Ik zeg het nu dus. Nou, hij heeft 12 jaar met jou gewerkt. Ja. Dat is toch niet niks? Nee. Maar het was 12 jaar altijd. Er wordt niet genoeg aan muziek gedacht. Of dit niet, of dat niet, of zus niet, of zo niet. Maar ik zie nu wat hij is en ik zie nu wat ik ben. En wat is het verschil? Het verschil is deze, dat ik gelukkig ben in mijn situatie. Of gelukkig. Ik ben tevreden met mijn situatie zoals die op dit moment is. Misschien is dat morgen anders, hoor. En ik ben blij dat ik met deze mensen kan spelen. Daar ben ik nog steeds blij om.
Nieuw op 33 toeren, Jan Akkerman met Britannia. Wat heb je tot dusver gedaan in de muziek? Ik heb niks anders gedaan dan muziek. Op één jaartje na ben ik in de haven gaan werken. Dat was het. In welke groep heb je ingezeten? Ik ben begonnen met de Friendship Sextet. Toen de Cellar Rockers. De Hunters. Brainbox en Focus. Dat is het. De vorige groep waarin je zat, dat was Brainbox. Ja. Waarom ben je er toen uitgestapt? Nou, het zat zo dat ik kwam Thijsje van Leer tegen. Die zat te oefenen met Ramses en Felix Meritus. En mijn eigen manager toen de tijd, John Verzetten, die zegt, zeg, moet je eens luisteren, zeg, dan speelt ze een organist. Ga eens mee. En ik had toevallig een gitaar bij me. Nou, dat was niet zo toevallig. Ik heb altijd een gitaar bij me. En in ieder geval, ik ging wat meespelen, dat vond ik niet zo best. Nou, toen kreeg ik Ramses nadat op mijn dak van, nou, jij moet dit en dat, zo, ga ze repeteren. En toen ben ik met die jongens gaan repeteren. Daar kwam Verzet achter en die schoot me de groep uit. En toen, wat deden jullie in de eerste tijd? Uh,
Ramses een beetje begeleid, Lisbeth. Plaatjes als backinggroepje van her. S'avonds van 8 tot 12 of van 8 tot 2 spelen bij her. En overdags in die tent met het stadion. En overdags repeteren. Tot bloeders en toe, want het was net zo koud als nu. En die tent die had geen verwarming. Dus, En toen zijn we meteen, toen we drie weken bij elkaar waren, toen hebben we die eerste LP gemaakt. In Engeland. En de rest allemaal lekker vliegen en zo. Je kent het wel. Dat was hij toen nog niet. Een keer nagaan. Maar jullie hebben vooral in Nederland nogal wat weerstanden gehad tegen jullie muziek. Heb je daar enige verklaring voor? Het interesseert me niet. Die weerstanden? Nee. Ik meen mijn eigen beperkingen te kennen. Ik vind het waardeloos genoeg dat die er zijn. En wat een ander ervan denkt, interesseert me geen reet. En Focus die heeft toch wel een muzikale potentie die niet gering is. Ik bedoel, van Leerskant dus als componist. Ja. Dat vind ik nog steeds wel een van de grote jongens. Maar Thijs en jij moeten toch vrij regelmatig... Ik zit niet te slijmen over Thijs, ik bedoel alleen maar... Dat ik me waardeer als muzikus. Tuurlijk. Maar jullie moeten toch regelmatig compromissen sluiten over de muziek van Focus. Nou, mooier is dan niet, joh. Nou, dat heb ik nog niet vaak gehoord van een popmuzikant. Dat zal wel niet, nee. Er zijn er veel die dat niet graag doen. Nee? Ja. God, dan respecteren ze elkaar waarschijnlijk niet zo erg. Weet het niet. Jan... Het valt me op dat je probeert een heel nonchalante indruk te maken over allerlei dingen. Terwijl ik sterk het gevoel heb dat je daarentegen de zorg en de liefde waarmee je met je muziek bezig bent een beetje probeert te verbergen. Nou, dat is je dan goed opgevallen. Dat kun je van de hoop niet zeggen. Maar waarom probeer je dat zo te verbergen? Probeer dat zo te verbergen, ja. Vind je dat het je kwetsbaar maakt als je dat toont? Nee, integendeel. Kijk maar hoe ik speel. Maar ik geloof dat iedereen een cover-up heeft. Dat heeft iedereen. En vooral ik. Ik ben van een bepaald type mens die dat zeer sterk heeft. Dat heb je goed gezien. Maar waarom vind je dat nodig? Om zo'n façade moet je luisteren. Op te trekken? Er komen een zootje wildvreemde vogels binnen. Dan ga je niet meteen in je blote kont staan. Dat doet niemand. Ik vind het eigenlijk leuk om geïnterviewd te worden. Leg er aan. Leg er echt aan. Kijk, je zit in zo'n rare wereld ergens. Die wereld die er om die muziek heen hangt. Tegenwoordig betekent dat als je muziek maakt, of denkt dat je dat maakt, dat je in de business zit. Snap je? En dat hebben we altijd kopschuw gemaakt voor een hele hoop dingen. Door schade en schande. Waar ben je nou echt trots op wat je tot dusver gedaan hebt? Ik ben trots op dingen gewoon als ik mensen zie in het publiek. Die naar hun hoofd grijpen of zo. Dat ze niet meer weten hoe ze het hebben. Of dat ze gewoon... Je voelt gewoon vanuit de zaal welke tensie ervan komt. Of dat positief is, of dat negatief is. Maar als dat nou positief toevallig uitpakt, dan ben ik ontzettend trots op, ja. En dan ga ik ook gerust een stapje op zijn. Dan zeg ik, nou, dat ben ik zelf niet, die daar staat te spelen. Dat ben ik niet. Thank you.
als je speelt, als je althans wordt gevraagd om te spelen en je zegt er ja tegen en je gaat op het podium staan, dan kun je een spiegel zijn van alle ellende. Dat zie je ook erg veel, vind ik. Juist in de progressievere muziek. Dat ze inderdaad alleen maar de ellende uitkramen. En dat vind ik bij de blues ook vaak een bezwaar. Dat het alleen tot daar gaat. Ik geloof dat je... Nou, dat geloof ik niet dat iedereen dat moet doen. Maar ik geloof dat ik dat dan moet doen. En daar heb ik Jan ook eigenlijk in gevonden. Dat je gewoon maar moet door blijven gaan met het zingen van je ziel. En je ziel is niets dan opspringende blijdschap. Ik geloof dat het zo zit. Iedereen heeft ellende, maar kom maar eens met een stuk vitaliteit, kom maar eens met een stuk leven aan. Ik geloof dat je dat, hoe miserabel je ook voelt, dat je daarmee moet doorgaan. Zijn jullie de beste groep van Nederland? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Popgroep bedoel je? Ja, we laten misschien wel het meest onze ziel zingen. Maar ja, misschien is er op dit moment al lang een groep die dit veel meer doet. Dat kan. Maar expressief gezien dacht ik wel. Hoe komt het dat jullie zoveel weerstand hebben gehad in Nederland? Nou, ik weet niet of we zoveel weerstanden hebben gehad als wel veel lieden die het alleen maar over uit elkaar gaan hadden, over de ruzies. En die eigenlijk alleen maar het nare ervan wilden zien. En toen kregen we prijzen, gouden platen. En buitenland, de eerste continentale groep die in Engeland doorbrak, de eerste continentale groep in Amerika doorbrak. Toen opeens waren we fantastisch. Het zit ons nou niet zo. Is muziek voor jou iets hogers dan alleen een vak? Ja. Het is voor mij geen vak eigenlijk. Hobby weet ik ook niet of het is. Het is hetgeen wat ik constant doe en waar ik constant weer naartoe gedreven word. En wat zwaarder weegt dan bijvoorbeeld mijn zin om wat te gaan schilderen. Ik zou ook wel eens toneel willen spelen, heb ik ook veel gedaan op school. Ik deed eigenlijk al die tijd, toen ik op school was, alle dingen half. Maar muziek deed ik toen ook eigenlijk al het meest. En dat doe ik eigenlijk nog steeds het meest. Maar ik vind de muziek een hele genezende werking hebben. Bach bijvoorbeeld. Er worden ook tegenwoordig veel therapieën ontwikkeld voor geestelijk gestoorden met Bach. Bach geneest omdat het volledig harmonisch is. Dat er geen enkele dissonant in voorkomt. En zo heb je nog wel meer dingen in de muziek. Behalve die genezende werking dan ook die vreugde, hè, het vreugdeaspect. Nou ja, en ook de rotzooi in de top kun je natuurlijk uitbeelden als je wil. Wat zou je ervan vinden als focus werd voorgeschreven als therapie? Ik zou het fantastisch vinden. Ik weet niet of we al zo sterk zijn, hoor. Maar het zou wel geweldig zijn, ja.